Trudy, we zijn bij jou thuis. Klopt. Waarom? Nou, met het jeugdteam en met de diakonie hebben we besloten om wat leuks te laten bezorgen bij de kinderen uit de kerk. Ja. Tussen 4 en 12 jaar. Dus eerst de kerstattentie voor de 80-plussers en vervolgens nu voor de kinderen eigenlijk. Ja, vorig jaar hebben we het ook gedaan. En ik dacht van ja, het is wel goed om hier als kerk met een beetje wat van ons te laten horen. Ja. En de duurt iets langer, dus ja, precies. Dus ze hebben werk genoeg. Precies, genoeg tijd hebben ze. Sorry. En wat gaan jullie allemaal meegeven? Want ik zie allerlei spullen hier klaar liggen. Ja, klopt. Wat zit er in zo'n envelop? Een hele organisatie. Er is inderdaad een envelop per gezicht. Nou, er zit een overzichtje in wat er allemaal in zit. Nou, het is leuke plaat met Rainbow the Dive. Ja. Waar de kinderen hun wensen voor 2022 op kunnen schrijven. Oké. Een leuke kleurplaat. Hè, als je op de vlucht bent, wil je ergens welkom zijn. Ook natuurlijk naar aanleiding van de collecte van rond de kerst. Wat heel leuk is, nou je hebt het al aangekondigd, dat is natuurlijk dat de kinderen hun eigen kerst al kunnen maken. Ja, jongens, de actie loopt nog steeds. Tot 6 januari kunnen jullie een kerststel insturen. En nou, er komt nog een heuse prijsuitreiking ook. Hè? Dus ze hebben nog zeker even de tijd. Een week. Ja, zo is het. Ja. Zo is het. En we hebben een soort van sterretjespakket. Dus ze kunnen zelf een sterretje maken. Ze kunnen hun eigen vuurwerkshow maken. Het is wel wat klein. Maar ja, en het is toch ook nog een beetje effect erin. Oh, echt vuurwerk. Gewoon krijgen ze mee. Ja, en de klapper is natuurlijk de afsluiting. En dat is 7 januari. Dan is er een online bingo moment voor kinderen tot 12 jaar, nog 6:30. En, Je moet je even opgeven, zie ik. Even opgeven bij Karin of bij Mark. Ja, maar de bingo kaart die is al gewoon, die zit er al gewoon bij. Ja, als je 12 bent dan zit je bingo kaart hierbij in. En als je ouder dan 12 bent moet je even opgeven en dan komt hier een kaartje van. Oh, nou kijk eens. Dus de bingo die gaat ook nog komen. Wanneer was dat, de bingo? Vrijdag. 7 januari. Vrijdag 7 januari is de grote bingo. Klopt. Leuk. Nou, helemaal leuk. En jullie gaan het ook allemaal met z'n allen bezorgen straks? Of hoe zit dat? Nee, dit zijn de toppers die het inpakken. Ja. Ondertussen wordt er hard gewerkt hier. We komen straks met mensen die het gaan bezorgen. Ja, nou helemaal goed. En hoeveel kinderen krijgen nou zo'n envelop? Bijna 220. Bijna 220, zo. Ja. Dat is dus 220 keer zo'n envelop vullen. Nou. Nee. Ah, oké, okay, per gezin. Ja. Nou, supergoed, leuk. En hopelijk gaan lekker heel veel kinderen actief meedoen. Zo is het. Yes. We zien de mailtjes wel tegemoet dat er mooie werk. Ja, we gaan ervan genieten. Ja, leuk. Oké, jongens, voordat ik ook wat moet doen, ga ik snel weg. Want het is echt een hele klus. Nee, grapje, ik moet andere dingen doen, dus daarom ga ik weg. Maar jongens, doe alsjeblieft mee, want het is superleuk. En ik ga die prijzen uitdelen, samen met nog wat andere leuke mensen. Dus doe mee met die kerstelactie, doe mee met de bingo. En dan over 2 weken zie je in de vlog een spectaculaire prijsuitreiking waar ik alle leuke prijzen uit ga delen. Dus uit ga reiken eigenlijk. Dus doe mee, stuur je foto's met de mail. In de envelop zit alle informatie en dan zie ik jullie bij de prijsuitreiking later.